Hallo, hallo lieve mensen en welkom bij Budgetdag. Geen idee, komt nu in beeld. Maar vandaag neem ik je mee met een one in a day. Ik heb net mijn latte op. Nou, die hebben jullie volgens mij al 3 miljoen duizend keer gezien op de video. Ja, ik dacht, ga ik die nou weer filmen? Nou moet ik zeggen dat mijn ontbijt ook niet echt is dat je denkt, wow, inspirerend. Want wat gaan we weer eten als ontbijt? Havermout. Ja, ik wijs het aan. Hier is het. Waar is mijn vinger? Hier is de havermout. En ik heb nog appels, peren en bananen. Appels, peren en bananen. Dus ik ga denk ik, één van de twee. Ik denk een peren en een appel of zo erin doen. Ik denk dat ik een peren en bananen erin ga doen. En dan wat kaneel eroverheen en... natuurlijk melk. Ik heb nog amandelmelk. Dat was echt ook een van mijn duurste aankopen weer. Maar ja, bij de Lidl hadden ze toen geen sojamelk. Maar goed, ik heb nu inmiddels 2 pakken sojamelk. Ik heb natuurlijk de 20 euro boodschappen gekocht. Daarvan heb ik nog wat groenten over. Dus ik ga sowieso... ik denk vanavond wel even filmen wat ik daarvan ga maken. Ik heb nu al heel veel zin in dat eten. Misschien ga ik het wel gewoon als lunch doen. Maar dan eet ik 's avonds brood. Lastig. En ik ga ook nog vanavond uit. Dus dat wordt ook wel weer een kostenpost. Of tenminste, een vriendin van mij viert haar verjaardag. Dus dan gaan we wat drankjes doen. En ik moet even kijken wat en hoe ik allemaal... wat ik ga doen. Ik heb ook weer geen zin om heel veel naar de Getver te gaan. Maar goed, verder merk ik wel dat ik te weinig eet. Ik merk toch dat ik weer zwaarder ben gaan sporten en in dezelfde portie ben gebleven als toen ik niet zoveel sportte. En gelukkig werk ik in een kinderopvang waar gewoon altijd eten is. Dat is echt mijn pro-tip. Kom allemaal werken in de kinderopvang, dan heb je gratis eten. De nood is hoog, dus je hebt ook zo een baan. Want ja, ik weet niet. Ik heb echt, nou gisteren ook, ik stond dan op dat plein en ik werd ineens zo duizelig. Ik zeg, ja, ik moet gewoon eten. Ik merk echt dat ineens mijn bloedsuikerspiegel weer van 100 naar 0 gaat. En dat heb ik best wel snel hoor. En ik weet ook gewoon dat het ligt eraan dat ik dan gewoon moet eten. Voordat mensen ineens komen, heb je geen ijzertekort? Nee, het gaat allemaal goed met mij. Ik moet gewoon meer eten. Dat is gewoon het moraal van dit verhaal. Nou, mijn koffie maakt me wel wakker. We gaan even mijn ontbijtje maken. Dus de havermout en de appel en de... nee, of de peren en de banaan. Tijd om te gaan. Oké, en daarna ga ik lekker sporten. Kei goed.
Dat willen jullie niet weten. Ik zit hier voor me met een bordje met twee broodjes met hummus en tomaat en komkommer. Eén broodje met boter, daar heb ik letterlijk knoflookpoeder op gedaan. Italiaanse kruiden, peper en zout. En een broodje met pindakaas en chocodruppels. Maar ik denk dat ik wel weer binnenkort hagelslag haal. Maar jullie hebben me net zien sporten en ja, het ging zo lekker. En voor het eerst in mijn leven voel ik me echt een soort fit girl, fit influencer. Ik heb schijt aan dat ik een camera neerzet. De mensen in de sportschool zijn allemaal super chill. Ironisch genoeg heb ik elke keer wel of ik zie een bekende of ik ben weer met de trainer aan het kletsen. Ik ben altijd wel met iemand aan het kletsen. Zo grappig. Maar ja, ik voel me gewoon thuis in deze sportschool. Ik merk gewoon, ik kan mezelf zijn. Ik durf mezelf te zijn. Ik heb ook steeds meer lak aan het feit, nou ja, hey, jullie hebben misschien squatten met 20 kilo. Voorheen zal mijn ego denken, ja, maar ik moet me bewijzen dat ik heel veel zware dingen kan tillen. Nee, voor wie moet ik me bewijzen dat ik heel veel zware dingen kan tillen? Ik merk nu dat ik veel meer bezig ben met hoe is mijn vorm? Welke spiergroep train ik nou eigenlijk? Wat voel ik? Hoe is mijn ademhaling? Span ik mijn buikspieren wel aan? Etcetera. En ik zag nu natuurlijk ook al wat hier en daar wat schoonheidsfoutjes. En dat hoort erbij. En ik merk nu al met 25 kilo ging het, die heb ik volgens mij niet gefilmd, die ging het wat zwaarder. Nou, ik blijf nog even bij 20 à 25 kilo, totdat die 25 kilo gaat. Ik denk, nou, gaat wel makkelijk. Hoef ik niet meteen zo 100 kilo, 50 kilo, nee. Dus ik ben er echt trots op. Ik ga echt lekker. Dat gaat lekker. Ik heb nu een trainingsschema voor mezelf gemaakt. Voor eigenlijk tot en met april. Want in april ga ik naar Oeganda weer voor een maand. Nou weet ik niet zeker of ik daar alle oefeningen kan doen die ik nu heb opgeschreven. Maar ik kan altijd nog mijn hele schema weer aanpassen in april. En ik merk echt, mijn motivatie in de sportschool is echt sky high. Mijn hardloopmotivatie daarentegen, dat mag ook wel even gezegd worden, die ligt ergens in 2022. Ik weet niet, ik probeer het wel en ik push mezelf in die zin wel, maar verder dan 3 kilometer, nou kom ik niet echt. En dat is ook oké, dat mag ik ook gewoon even zeggen. Ik ben ook wel weer zo eerlijk naar jullie toe, want anders lijkt het altijd maar alsof het me allemaal makkelijk afgaat. En dat gaat me deels ook wel. Maar ik heb ook een dipje in het hardlopen, maar ik ga er gewoon heel chill mee om. Dan denk ik, nou prima, dan heb ik maar even een hardloopdip. Die komt vanzelf wel weer terug. En zo niet, dan toch. This is the moment. Pompoenpasta met wortel en zwarte bonen. Dat is het. En omdat ik te weinig van de fusilli had, heb ik er ook spaghetti doorheen gedaan. Ik ben heel benieuwd. Ik heb eigenlijk nu alleen nog verder als kruiden peper erop gedaan. Dan zit er knoflook in en een bouillonblokje en ui. We zullen het zien. Het is nog volgens mij wel kapot heet. Oh. Het is inderdaad kapot heet, maar wel heel lekker. Als de pompoen in het seizoen is,
is het ook gewoon budget. Er gaan nu dus nog 3 bakjes in de vriezer. Ik heb er nog 2 in mijn koelkast. Die gaan ook nog even in de vriezer. Dat is 5. Zes, 7 bakjes heb ik nog voor in de vriezer. Met dus onder andere dit. En dan wat ik bij mijn boodschap heb gegeten. Dan heb ik nog brood. Hummus. Nou, tot en met woensdag dat ik weer ga filmen. Of tenminste dat ik weer een nieuwe challenge aanga. Heb ik wel genoeg te eten. Ik heb sowieso echt zoveel brood nog in de vriezer. Er liggen volgens mij 3 halfjes en 2 hele nog. Dus eigenlijk 3,5 brood. Dus ik heb er nu net tijdens deze challenge 1 opgegeten. 1 heel brood, want ik had 4,5. Dit was mijn What I Eat in a Day budget versie. Volgende week ga ik weer 2 nieuwe budget challenges aan. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Natuurlijk film ik elke dag weer een beetje een What I Eat in a Day. Dus die blijven komen. Voor nu, thanks voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem tof. Vergeet dan zeker niet dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan check ik je morgen eigenlijk weer gewoon met een nieuwe video. Ciao!